1915. De Grote Oorlog is nu al een vol jaar bezig. Het Duitse leger trok richting Frankrijk en om daar te geraken wilden ze een kortere weg nemen. Koning Albert I van Saxe-Coburg-Gotha verzette zich hier echter tegen, waarna de Duitsers massaal een invasie begonnen. Het Belgische leger verweerde zich goed, maar werd teruggeduwd tot aan de IJzer. Daar konden de Belgen samen met Britse en Franse hulptroepen het Duitse leger tot staan brengen in de loopgraven. De situatie is onveranderd gebleven sindsdien en het aantal Belgische soldaten dat de constante bombardementen en gasaanvallen overleeft, wordt steeds kleiner. Het is ten midden van al deze ellende dat onze helden moeten zien te overleven. Achille, Frans en Jean zijn drie doodgewone jongens die toen de oorlog uitbrak gedwongen naar het front moesten gaan. En hoewel de status van de oorlog op papier nauwelijks is veranderd, kan elke dag je laatste dag zijn in de Belgische loopgraven. Ja mannen, ik ben bang dat dit onze laatste dag gaat worden. Kom op mannen, we hebben deze dag overleefd. We zullen volgende dag ook wel overleven, zeker? Ik hoop het. Ik ben deze oorlog kotsbeu, hè. Heel de tijd met mijn knieën in het slijk. Nee. Denk jij dat we het hier zo leuk hebben, hè? Kom aan, mannen. Geen ruzie maken. Dat is het niet waard. Inderdaad, houd de woede razernij maar voor de vijand. Want die vuile Duitse rotzakken hebben gisteren heel bataljon van de overdekkeling gejaagd. Ik wou dat ik terug thuis was. Bij mijn familie. Die zitten mij maar een soldaat. Hier is te doen. Hier. Pak je geweer op. We gaan een frontale aanval uitvoeren. Sergeant, dat kunt u toch niet menen? We zijn gisteren 8 man kwijtgeraakt. Ja. Laat ons gewoon hier blijven en... Ja, dat is een goed idee. Ik doe geen tegenspraak. Een frontale aanval en niks anders. En als we nu niet meewerken, wat dan? Gaat u dan alleen? Ja. Ah, stuk onmanel. Als je niet meewerkt, dan ben je veel beter dan die Duitsers. Dan ben je een deserteur. Ik weet wat ik doe met deserteurs. Weet je dat? Die jaagt persoonlijk een kogel door zijn kop. Als je dat maar weet. Maar mijn Christine die wacht op mij. Ik heb ze al maanden niet gezien. Ik heb geen brieven meer ontvangen. Ik heb ze zwanger moeten verlaten. Ik weet niet of ik een zoon of dochter heb. Maar sergeant, mijn wonden zijn nog niet helemaal genezen. Ik ben gisteren lelijk gevallen met mijn voet geschaafd. Ach man, mijn echte man die kan dat verdragen. Ik wacht nog enkele minuten op het signaal van de korporaal. En dan trekken we het aan aanval. En dat te bedenken dat ik een carrière wil maken in het leger. Is iedereen er klaar voor? Nee, sergeant! Jongens toch, zijn jullie echt zulke bange kippen? Ja, we hebben nog nooit een oorlog meegemaakt, sergeant. Maar we kunnen gewoon niet verliezen. En we steunen de Fransen, de Engelsen, zelfs de Russen. Voor het weet is de keizer in een bak en de Zutsen zijn elkaar al weg. Ik denk het niet. Och, goddekens toch. Jullie moeten niet denken, maar doen. Luister hier. Dekken toe, alle koppen leeg. Gevolgd gewoon de orders die ge ooit van boven kreeg. Hoor alleen mijn stem, hoor de stem van God. Uw order is schiet elke vuile Duits gewoon kapot. In angst en geen genade, maar fatsoen. Niet denken, niet denken, niet denken, maar doen. Of 5, een week, een maand. Het kost het om die Duitsers te verslaan. Een dag, of 5, een week, een maand. Dan kan ik weg, dan is het niet gedaan. Maak ze toch van kant. Leer godverdomme vechten voor uw eigen vaderland. Iedereen wil weg, iedereen wil vrij. En elke dooie Duits brengt onze stapje dichterbij. Alle koppen leeg, alle bekken toe. We zijn nog veel te groen. Niemand hier is bang, niemand hier is moe. Vertrouw op uw legioen. We slaan de Russen af.
dan pak ik in en ga. Oh, is zo lang, oh, is zo lang, oh, is zo lang, oh, is zo lang. Niet denken, maar doen. Oh, is zo lang. Niet denken, maar doen. Oh, is zo lang. Niet denken, maar doen. Nooit tot aan de volgende loopgraaf geraken. Maar het bevel! Ja, van Doorden is knettergek. Oh, waar is Frans en Sam? Oh shit, oh, hij is in de kinderen. Oh, fluitje. We moeten terug. Snel, rap. We rapen hem op. Frans, meekomen. Nee. Snel, je leeft nog. Ja. Nee. We kunnen niks meer voor hem doen. Kom. Nee. Meekomen. Nee. 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 Wat zijn er? Ja, ik heb een vogel getekend om jullie terug te roepen. Ja, de storm is geen succes geweest. Waar is soldaat Sam en soldaat Yves? Dood! Ja, dat is tol van de oorlog. Maar morgen proberen we opnieuw. Hoe kan die vent zo harteloos zijn? Onze vriend is juist kneur geschoten. Ik wil hier weg. Weg uit dit zottekot! Iedereen wil hier weg. Ach, Sam. De eeuwige optimist. En net hij sterft. Terwijl hij mij wou redden. Niet jouw schuld, Frans. Verdomme toch! Wie is morgen de volgende? Hè? Jij? Ik? Van Doorn? Kom, we hebben nachtrust verdiend. De nacht valt over de Vlaamse loopgraven. Er wordt niet gezongen die dag, want vele goede mensen zijn gesneuveld. De volgende dag zullen ze pas weten hoe zwaar ze er echt onder Doorn zijn. 'S Nachts vindt een enorm bombardement plaats. De loopgraaf waar het bataljon van sergeant Van Doorn zit, wordt vrijwel helemaal uitgemoord door de bommenregen. De volgende ochtend worden onze helden wakker in een omgeving van doden. Oh, wat is er allemaal gebeurd? Wat is dat geluid in mijn oren? Wat is dat geluid? Oh nee. In mijn oren. Ons heel bataljon is dood. Hoe kan dat? Hoe hebben ze ons kunnen lokaliseren? Echt, iedereen is dood, hè? Camille, Fons, Herman. Hé, hey, daar ligt de sergeant. Sergeant Van Doorn. Oh nee, de sergeant. Wat is de status van het bataljon? Iedereen is dood, sergeant. Maar we zeggen het direct. Ja, ondersteunt de hoofd. Ik wil cijfers! Ik wil cijfers! Iedereen is dood, sergeant. Echt iedereen! Het heel bataljon, iedereen! Er is niemand in de gehele loopgraaf die nog beweegt. En de Duitsers komen eraan. Ze willen onze loopgraven overnemen. Verdedig deze loopgraaf. Mijn mannen weg! Laat ze niet komen. Verdedig ze, mijn mannen. Man, zijn jij zot? We zijn nog maar met drie. Weglopen is deserteren. Dus deserteer niet. Wordt met de dood zo straft. Hij is dood. Oh nee, de sergeant is dood. Wat gaan we nou doen? We kunnen hier toch niet blijven? Ja, hij gaf wel een bevel, maar... dat kunnen we toch niet doen? De man die ons een bevel gaf is dood. Heel bataljon is dood. We hebben niks gezien. We kunnen toch ook niet wegrennen? Dat is deserteren. Dat schieten ze ons ter plekke neer, Jean. We moeten er gewoon voor zorgen dat ze ons niet pakken.
Het lijkt er meer op. Dat is goed. Dat is goed, Frans. Dat gaan we allemaal goed. Nou, waar kunnen we nu? Allee, Ginder zit in de tuin. Waar is Ginder? Dat weet ik ook niet. Dat is de andere loopgraven. We hebben alleen maar die kant waar we heen kunnen gaan. Ja, dan pakken we die kant. Ja, dat is het beste. Maar wel. Zo besluiten onze drie hoofdrolspelers te deserteren. Hun gehele bataljon is uitgeroeid en de Duitsers winnen die dag een loopgraver bij. De strijd is nog niet gestreden en onze helden zijn niet van het gevaar verlost. Uren zwerven ze door kale vlaktes, weg van de bommenregen. Na een halve dag zwerven verliest Frans de hoop op een goede afloop, zeker wanneer ze lijken zien liggen in een bos. We zijn verdwaald, mannen. Ja, want we zien van de goede kant. We zijn tenminste weg van het slagveld. Ja, dat weet ik nog niet zo, hè. Waarschijnlijk een deserteur. Als een uniform te zien, een Britse soldaat. We stakken dan zeker een patrouille Duitsers zijn tegenkomen. Maar dat wil zeggen dat wij dan hier... Ja. We zitten in het Duits territorium. Shit, hè. Ik ga mijn Christine mijn kind nooit zien, hè. Jankert, sta nu echt dat jij niet aan kunt denken. Ja. Ik zeg, mijn leeftijd nog. Ja, ik wou niet deserteren, hè. Ha, stop met ruzie maken, stomme kekens. Stop met ruzie maken. Moei u niet steeds. Vanaf nu gaan we ons eigen weg. Iedereen apart. Houd toch wel het twee lapakjes in mijn neus. Piet horen de vijanden en apart komt. Denk je echt dat dat gaat helpen? Maar nee. We gaan toch niet apart, hè? We kunnen beter bij elkaar blijven. Ja, dan hebben we meer kansen. Ja, oké, is goed. Voorlopig blijf ik bij jullie. Ja, voorlopig, hè? In een huis. Kom, van u zien. Je komt hier aan en je hebt niets dan lege handen. Mijn kop vol heimwee naar het huis dat je verliet. Je zijt de inzet van een ruzie tussen landen. Maar heel die ruzie is toch onze ruzie niet. De waanzin dreigt. Want niets beschrijft de harde waarheid die je ziet. Waardoor gezwijgt wat overblijft, is pijn en leegte en verdriet. We staan als een man voor heel ons thuisland. Gaan als een man voor elke kameraad. Slaan als een man de grote vijand. Delen ons lot, we zijn kapot. Als een man het leven laat. De strijd is nog altijd niet gestreden. Leidt ons gevecht ooit tot een vrij bestaan. Zijn kwijt waar we dit ook weer voor deden. Loopt deze
deze straf ooit nog eens af, komt hier ooit een einde aan. Pas op, mannen. Ik vertrouw het hier niet. Hier zijn bomen, maar soms open plekken. Hè? Dat wijst op bombardementen uit. Ik denk dat ik hier een fort zie. Ja, ik denk dat het een Belgisch fort is. Maar ja, of dat daar de oorspronkelijke Belgische soldaten nog zijn, dat valt te betwijfelen. Hè? Ja, dat fort ziet er al lang verlaten uit. Ja, hè? En in dat fort ligt misschien munitie of proviant. Munitie of proviant? Ik hoop het ten zeerste, want onze wapens zijn bijna leeg. En honger heb ik ook, dus. Nee. Kun je echt niet meer steunen op je knie, Frans? Nee, nee, het is per totaal kapot. Oh, nee. Kom, Frans, we brengen je naar binnen, fort. Ah. Kom, hier langs. Kom, leg hem hierheen, John. Leg hem, ga zitten, Frans. Frans, blijf hier even zitten. Ik en Achiel gaan kijken welke dag dat was. Te laat? Ja. Oké. Tot straks, hè. Oké. Thank you.
eten halen en vertrekken. Ja, en die geluiden dan? Er zijn geen geluiden, ezel. Ik heb dat tegen Frans gezegd om er vanaf te geraken. Misschien handicap is hem niet meer dan last. Maar wat zei jij nu allemaal, Jean? Ik ben realistisch, Achiel. Doordat Frans niet meer kan stappen, is de kans nog lager voor ons om te overleven. Dat kan me niet schelen, hè. Frans is een vriend. In de oorlog zijn er geen vrienden. Iedereen is vijand. Wat zeg je nu allemaal? Je bent veranderd, Jean, en niet in de goede zin. Je denkt alleen nog maar aan jezelf. Ah ja? En wie heeft je hachjes gered? Ik. Dus kom met me mee, dan leven we alle twee voort. Ik laat Frans niet achter. Oké, dan vertrek ik. Veel succes. Ga maar, hè. De kans dat jij je vrouw en je kind terug gaat zien, hè, is heel klein. Dus wen er maar aan. Wat is het, hè? Wat is het, hè? Laat me los! Wat is dat? Een geluid. We gaan zien, toch. Blijf uit mijn buurt! Loop weg! Wacht, wacht, we zijn geen buiten. Zeg maar, wacht eens. Is dat niet... Hier de spiegel hangen? Wat doet jij, lief? Met dat je dat gedood was? Ja, we hebben hem niet meer gezien sinds die slag. Mijn geraakt door een machinegeweer. Ik was bijna dood. Ik heb mij kunnen verstoppen, maar ik ben naar dit fort gevlucht. Hebben de Duitsers dit fort bestormd? Ja, ik heb mij kunnen verbergen. Toen een Duitse soldaat naar mij kwam, hebben we gevochten. Hij heeft mijn been kapot geschoten, maar ik heb hem kunnen bergen. Dus dan kun je ook niet meer lopen? Ah, jongen! Zij toch voorzichtig. Ja, ik kan inderdaad niet meer lopen. Ik lig hier al 5 dagen. De ratten komen hier elke dag dichter, kijken of ik nog leef. Verlos mij alsjeblieft uit mijn lijden. Ik ben toch al half dood. Frans, ik zou willen dat we jou niet doden. Er is geen redding meer aan. Ik ben toch al half dood, ofwel bloed ik dood, ofwel ga ik dood van de kou. Verlos mij nu gewoon uit mijn lijden. Dat kunnen we niet doen, hè. Doe het gewoon nu. Dus, je pijnstillers. De morfine is allemaal opgebruikt in een gifaanslag tegen de Duitsers. Sinds de Duitsers dit fort hebben overgenomen, gebeurt het niet meer. Wat doe jij nu? Die arme sloeper uit zijn lijden verlossen, zoals hij zelf had gevraagd. En als je dat nu goed vindt, hè, ja. Kijk dan nu bij Frans ook doen. Dat doe je niet, hè. Jij bent zot. Ik ben helemaal niet zot. Ik probeer te overleven. Dat zou jij beter ook doen. Jij diepte vent. Gifjaaaaaaas! Rap weg hier. Ja! Ah! Come on, Jean. Ah! Ah! Rap, rap. Het gas verspreidt zich door het oude fort. Frans, Jean en Achiel vluchten. Ondanks zijn gezeur helpt Jean Achiel om Frans te dragen. Dik tegen zijn zin, maar hij beseft ook dat hij zonder Achiel en Frans minder kans maakt om te overleven. Wanneer ze buiten komen, beginnen Frans en Jean verhalen tegen elkaar te vertellen. Achiel voelt zich niet goed. De manier waarop Jean koelbloedig Yves kon doden zit hem dwars. Achiel denkt aan al die keren dat hij zelf een soldaat heeft moeten doden. En al waren het Duitsers, het waren toch ook maar mensen. Twee handjes in de aarde, ik graaf uit alle macht. Ik maak een zandkasteel met daaromheen een gracht. Een ophaalbrug van hout, ben amper 5 jaar oud. Toch voelt het zo gewoon en zo vertrouwd. Mijn handen zijn bedoeld om iets te maken. Om ooit een instrument mee te bespelen. Om ooit mijn ware liefde mee te streden. Om ooit mijn kind voor het eerst mee aan te raken. Mijn handen zijn bedoeld om iets te maken.
liedjes op de toetsen. Zo speel ik Doremi. Het is voor mij meteen mijn mooiste melodie. Al speel ik fout na fout. Ik ben al 10 jaar oud. Toch voelt het zo gewoon en zo vertrouwd. Mijn handen zijn bedoeld om iets te delen. Hoe kan ik met die handen iemand doden? Wat moet ik als geen uitweg wordt geboden? Hoe kan ik ooit voldoen aan hun bevelen? Mijn handen zijn bedoeld om iets te geven. Om ooit te kunnen bouwen aan mijn dromen. Om voor ik sterf ooit goed terecht te komen. Om ooit nog iets te maken van mijn leven. Mijn handen zijn bedoeld om iets te geven. De nacht valt. Voor Jean, Frans en Achille komt er beterheid in zicht. Ze bevinden zich niet erg ver meer van de Nederlandse grens. Nederland was gedurende de Eerste Wereldoorlog een neutraal land. Het bood een veilige haven voor geallieerde en Belgische burgers die België via het noorden wilden ontvluchten. Velen kwamen terug zuidwaarts langs Engeland, anderen bleven in vluchtelingenkampen achter, vlak over de Nederlandse grens. Achille, Jean en Frans zijn niet ver meer van hun doel. Ze zijn in het pittoreske Damme aangekomen. Ah! Kom hier tegen. Ah. Gaat het? Ah. Mijn knie. Mijn knie zal nooit meer herstellen. Geduld. We kunnen al bijna in Holland zijn. Wie zegt dat we al in Holland zitten? Misschien, hè? Zitten we al in Frankrijk of in Duitsland, en dat is nog erger, hè? Ja, doemsdenker, dan hadden we toch al lang Belgische steden moeten herkennen. Ja, maar wat als alles opgeblazen is? Hè? Antwerpen, Luik, Brussel. Ja, dat kan niet. Laat ons nu gewoon doorgaan, ja? Heb er moed in, Jean. Moed! Als jij er niet was, Frans, verdomme! Mijn stomme knie. Als Achille er niet was, hè? Dan wat, Jean? Durft niet, hè. Pas op, Jean. Kom, we moeten voort. Kom. Ha. Ah. Ah. Er is geen vriendschap meer te bekennen tussen onze vrienden. Jean wil Frans doden, terwijl Achille hem koste wat kost wil beschermen. Jean? Achille, waar zijn jullie? Alas, ik is een plasje gaan doen, hè. Kom, we zijn bijna waar we moeten zijn. Ja. We zijn bijna in Holland. Goed, hè? Ja, dan moet ik mijn Holland wel gaan bijschaven. Ja. Hé, wat? Kijk daar eens. Duitse wapens. Maar nee, hè. Die zullen ze wel achtergelaten hebben. Sinds vorig jaar, hè. Duitsers zijn niet overal geweest. Zullen die wapens daar nog achtergelaten hebben. Daar is niks probleem aan. Ze komen ons pakken naar hier. Dat is geen toeval, nee. Ze komen mij pakken. Jean, kalmeer. Rustig. Rustig, ga even zitten. Hij is de reden van dat ellende. Nee, Jean, rustig, kalm blijven. Jij bent de oorzaak hiervan, Frans. Ja. Heb ik nu weer misdaan? Ik had al lang eerder moeten doen. Ja, ik had u ook moeten vermoorden aan die Yves. Yves, hebben jullie Yves gevonden? Ja,
ja, we hebben die in het fort tegengekomen, ja. Ja, ja, we hebben Yves gevonden. Zwaar gewond, net als jij. Ja. En weet wat hij vroeg? Hij vroeg om zijn dood en ik heb hem die gegeven. Ja. Dat kan ik beter met jou ook doen, nee, met je knie. Weet wat we hebben afgesproken, Jean? Nee, hè? Nee, ik ben nog niet klaar om te sterven. Kijk, mijn knie is beter. Ah, Frans, jongen. Ah. Jij bent helemaal nog niet genezen. Natuurlijk, Snul. Klaar om dood te worden? Laat de Jean niet dichter komen. Hij wil me vermoorden. Nee, doen, Jean. Je weet wat er is afgesproken. Moet je niet, Snul. Zo. Rap, het is rap gebeurd, hè? Uw vriendje, snel de nek om. We zitten daar, dan kunnen we sneller rollen. Af, Jean, af. Het zal heel even pijn. Draait u even om. Dan kunnen wij te werk gaan, nietwaar? Ik zal het snel en pijnloos doen. Dat doen vrienden toch, hè, vriend? Vriend? Wie vermoordt er nu een vriend? Heb het lef, Jean. Moet jij niet? Voel je geen pijn, dan, Jean? Maar je blijft van Frans af. Dat denk je maar. Dan krijg je kap weer op. Julia! Ella, ventje, Ella. Hier is te doen, hè. Huh? Waar ben ik? Zijn we in Holland? In Holland? Je zag je hier in Damme? Damme? Waar is Achiel? Waar is Jean? Die andere twee? Goh, die is goed vanaf ik kan nog lekker kiezen, hè. Oh, lukt niet. Dat komt er nog, die is goed gevonden. Oké. Okay. Maar, die is dikke. Die is murg. Ja, kan ik die kogel niet meer uit zo'n buik krijgen, hè. Die is gewoon doodgebloed, hè. En de andere? Ja, we hebben is om ons verzorgen, hè. Maar, dat komt wel goed met die andere. Gelukkig. Ik zou niet weten wat ik zonder hem kan doen. Hij heeft me al tot hier gebracht. Gered van Jean. Ik ben hem eeuwig dankbaar. Zeker? Zeg maar, dan mag de gillen eigenlijk, feitelijk. Naar Holland? Huh? Naar Holland? Dat is goed, hè. Je zit hier in Damme. En dat is kort bij de grens met Nederland. Maar, oppassen, hè. Want een Duits loopt hier nog rond, hè. En het is te gevaarlijk om hier te lang te blijven, hè. Zodra we kunnen vertrekken we. Heel zeker dat je niet meegaat. Oh jongen, dat gaat niet, hè. Kan je mijn huwen en mijn kinderen niet in de steek laten? Ik snap het. Heeft eigenlijk wel gelijk, hè, Frans. Ik kan ook niet mee, hè. Mijn vriendin en mijn kind zitten nog in België.
Wij gaan niet terug naar België. Ze schieten nu zeker dood. Maar ik ben al zo ver gekomen, Frans. Ik kan ze toch niet achterlaten. Laat het toch. Maar ga mee met mij. Maar tot de oorlog gedaan is. En wanneer is hem gedaan? Over 8 jaar? Over 20 jaar? Dat kunnen wij toch niet weten? Maar aan een dode papa heeft je kleine toch ook niks? De vrienden gaan door. Ze leven nog 3 jaar ondergedoken in Middelburg en keren dan terug na de wapenstilstand van 11 november 1918. En inderdaad, Achiel zal zijn kind en vrouw terugzien. Ook Frans heeft nog een rijk gevulde carrière voor zich. Zelf de boer in Damme zou de oorlog goed doorkomen. Maar laat ons niet vergeten dat al die miljoenen anderen de oorlog niet overleefd hebben. Sam, Jean, sergeant Van Doren, Yves en nog miljoenen anderen. De Grote Oorlog was een van de grootste conflicten aller tijden. Wij zijn allemaal kinderen van de Grote Oorlog.